Heel goede avond, dames en heren. Blij om terug te zijn. Blij ook dat u er bent en ik hoop dat alles goed gaat met u, want het zijn toch geen evidente tijden. 10.000 euro per jaar zou de gas en elektriciteit u kunnen gaan kosten. Ik ben zeer benieuwd naar wat Conor Rousseau in zo'n tijden denkt voor u te kunnen betekenen. Hij heeft een overlegcomité gevraagd en intussen ook gekregen. En wat daar dan de mogelijkheden van kunnen zijn, dat kunnen we met Lisbeth van Impen bekijken, hoofdredacteur van het Nieuwsblad. En er zit ook een energie-econoom aan tafel, professor Johan Albrecht, om af te toetsen wat er al dan niet haalbaar is en wat volgens hem de beste maatregelen zijn. En als we daarmee klaar zijn, gaan we naar de maan. Of alleszins, we gaan uitleggen hoe dat deze week zal gebeuren. Naar de maan gaan met Artemis One, zo heet de raket van de NASA en haar capsule. En met Nancy Vermeulen, ruimtevaartexperte en ooit zelf kandidaat-astronauten. Het is een beetje, Nancy, een beetje een valse start geworden vandaag, helaas. Wat? Jij zat in spanning thuis te wachten. Helemaal. Voor het scherm. Mm-hmm. En dan is het een beetje fout gelopen. Maar het komt er nog wel van deze week, vermoed ik. Deze week of misschien binnen een maand, afhankelijk van de analyse van de ingenieurs van NASA. Het is natuurlijk het blijft een fascinerend verhaal, ja, altijd. Zeker. Ja. 50 jaar geleden intussen, dat ze nog... Van de jaren 70 geleden, dat we nu eindelijk een raket hebben die mensen naar de maan kan brengen. Ja. Zeer benieuwd. Straks de hele uitleg van het hele project, want het houdt niet op met deze missie alleen. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Meneer Rousseau, wat dacht u vandaag als u dat bedrag hoorde? 10.000 euro op een jaar, een factuur voor... de burger aan gas en elektriciteit. Wat denkt de voorzitter van een socialistische partij dan? Ja, ik maak me zorgen. Maar ik heb nu niet moeten wachten op dat nieuws vandaag om dat te weten. Als je tussen de mensen loopt, als je mails checkt en als je op sociale media actief bent, dan had ik al heel veel van die berichten en verhalen bij mij binnengekregen. Was ook wel een van de drijfveren om toch wel dit weekend aan de alarmbel te trekken. Hè? Want een van uw vragen zal waarschijnlijk zijn waarom heeft dat zo lang moeten duren? Dat vraag ik mijzelf ook af. Nu, wij zijn sinds vorig jaar... Wat bedoelt u het overlegcomité? Ja, dat er toch iets in gang schiet. Hè? Heel de zomer heb ik vragen gekregen van mensen wanneer gaat de politiek iets doen aan die energiefactuur? Maar u bent toch ook de politiek? Want dat ging inderdaad wel vragen. Hè? Mag ik zeggen dat het toch... lang stil geweest is. Ja. Ik herinner me twee zomers geleden. Er vloog een parasol in het rond in Blankenbergen en er werd een parlementaire commissie samengeroepen, als ik me niet vergis. Waar zat de politiek dan nu? Wel, dat is natuurlijk één event. Hè. Die energieprijzen stijgen al heel lang. Moet weten, wij zijn al heel lang vragende partij om die BTW te verlagen. Dat hebben we nu binnengekregen. Mm. Op 11 maart schreven wij mij vooruit, schreef ik zelf al een brief naar Europa om die energieprijzen te bevriezen. Dat moet vooral op Europees niveau gebeuren. En dus keer op keer zijn we in de kern, in de regering, in de parlementen naar maatregelen gegaan. Deze zomer was die politiek op congé, zeg maar. En we hebben wel heel veel signalen gestuurd. Op een bepaald moment merkten we van oké, we gaan hier aan de alarmbel moeten trekken, dat we echt moeten samenkomen. Eén land, één regering, één parlement kan dat niet meer bolwerken. Allemaal samen, alle hens aan dek. Maar ik ben wel heel blij dat we uiteindelijk nu, en dat de premier daarop ingegaan is, omdat we nu uiteindelijk allemaal samen, overmorgen zal het zijn... de koe bij de oren. Ja, woensdag is dat overlegcomité. Had de burger op meer mogen rekenen, Lisbeth? Heel veel mensen hebben zitten wachten. Enfin, ook nu met enige scepties kijken naar een overlegcomité. Allee, er wordt nu al gezegd, daar gaat ook de magische oplossing niet gevonden worden. Maar wat denk ik nog fundamenteeler is, iedereen voelt wel aan dat er iets aan het schuiven, aan het kantelen is. Voor de zomer, er zijn maatregelen genomen en dan waren dat vrij brede maatregelen. Nou, veel mensen gericht proberen dan een beetje te verzachten, de schrik voor de facturen en noem maar op. Je voelt nu, ja, je kan niet blijven alles opentrekken voor iedereen. Dus je ziet een aantal partijen al zo'n beetje de bocht nemen voor een stuk terecht. Hè, van we gaan ofwel meer moeten gaan cibleren, of we gaan de burger moeten gaan voorbereiden dat hij toch een deel van dat geld zelf zal moeten beginnen ophoesten. Dus je voelt wel dat er een soort van shift gebeurd is. Vergelijk het met het begin van COVID. In het begin is het de lockdown en alles. Maar dan begin je door te hebben dat dit een hele tijd gaat duren. Dat het einde niet in zicht is en dat ook het einde van die prijsstijgingen niet in zicht is. En dus nu wordt het moeilijk, hè, om nu de juiste maatregelen te gaan nemen. En daar, ja, goed, en maar is dat ook een beetje politieke paniek als dat vandaag, hè, die 10.000 euro, dat staat daar zwart op wit? Ja, de paniek zit al een hele tijd bij mensen. Hè. Het gaat bij heel de gefaseerd. Mensen, maar goed, hè? Maar in de wetstraat, want het is relatief stil geweest. Hè, het is heel stil geweest en die césure is echt gevallen en je voelt van nu gaan we andere dingen horen. Je gaat Europa krijgen.
allemaal niet slecht, hè? Allemaal niet verkeerd, hè? Om te zeggen van we gaan Europees een standpunt moeten gaan innemen en die markt gaan bekijken en die marktwerking. Allemaal goed, maar ja, je voelt wel, je kan niet overlegcomité na overlegcomité na overlegcomité of samen zitten met de regering en iedere keer zeggen we gaan het pakket nog wat groter maken, we gaan het nog wat verlengen, we gaan het nog wat groter maken. Ja, je gaat daar op een andere manier moeten bekijken. We hebben veel geld uitgedeeld, ook aan mensen die het niet nodig hebben. Ja. Alleszins, iedereen is intussen wel wakker, hè? Want het heeft zo'n beetje voorstellen geregend de afgelopen dagen. Wat in mijn ogen een structurele oplossing is, dat is een fiscaal hervorming waarbij dat we ervoor zorgen dat op het einde van de maand mensen netto meer gaan overhouden. We kunnen dat niet blijven oplossen met energiechecks en met verlaging van belastingen. Wij roepen mij vooruit op tot een overlegcomité in België over de energieprijs. Dan zouden we met alle regeringen over de partijgrenzen heen samenwerken om die energieprijzen voor de mensen terugbetaalbaar te maken, want deze prijzen zijn zot en de mensen gaan kopje ondergaan. Ons voorstel is ook, ga in overleg met de banksector. Zou dan hen ook moeten vragen, maak systemen van financiering vrij, zodat mensen met een klein budget zonder spaargeld die renovatie ook kunnen betalen. Het kan niet zo zijn dat vandaag, op het moment dat mensen torenhoge facturen betalen, dat er ook bedrijven zijn die op kap van die mensen torenhoge winsten maken. Professor Albrecht, energie-econoom. Wat doen die precies, energie-economen? Die kijken naar energiesystemen en stellen vragen zoals wat is eigenlijk efficiënt en wat zou eventueel kunnen verbeterd worden. Dat is een van de activiteiten van energie. Ja, dat zijn goede vragen vandaag, denk ik. Ja. Wat, als u naar het filmpje kijkt, waarvan denkt u dat is de beste maatregel die ik gehoord heb? Ja, ik zou eerder focussen op het geheel van maatregelen binnen, laten we zeggen, onze marktrealiteit. En eigenlijk vandaag kan alles besproken worden. De Europese Commissie heeft letterlijk gezegd dat het mechanisme waarmee wij onze markten organiseren ook kan voor discussie vatbaar zijn, kan worden verbeterd. Hè. Er komt daarover eigenlijk op Europees niveau een initiatief. En eigenlijk, dit biedt heel veel mogelijkheden. Waarover gaat het dan concreet? Bijvoorbeeld over dat vastgekoppeld zijn van... Onder andere, ja. Legt u dat nu nog eens kort uit? Want we hebben gas nodig om voor elektriciteit te zorgen. Gascentrales meestal. Ja, dus op de markt van elektriciteit wordt de prijs bepaald door de duurste centrale. En waarom is dat? Je moet altijd eigenlijk streven naar een evenwicht tussen vraag en aanbod. Dus als de vraag een zeker niveau bereikt, moeten wij aanbod in de markt lokken om die vraag te kunnen volgen. Als dat evenwicht er niet is, heb je natuurlijk een belangrijk probleem. Mm-hmm. En dus wat doen we? We gaan eerst alle technologie gebruiken met een lage marginale kost of productiekost. Als die ontoereikend, dat zijn dus onze windmolens, onze zonnepanelen. Okay. Dat is ook nucleaire energie. Dat is in een paar andere landen nog altijd een beetje steenkool en ook andere technologieën. Als al die technologieën samen de vraag niet kunnen volgen, dan moeten we de meer dure technologieën in de markt intrekken door hun marginale kosten te vergroten. En natuurlijk, de productiekost van een gascentrale is vooral de gasprijs eigenlijk. Zij moeten gas kopen om te verbranden. Dus wij moeten de facturen van gas op zijn minst laten compenseren in onze prijs van elektriciteit. En dan betalen we ook de elektriciteit die door die andere productiemotoren gemaakt wordt. Ja, er is maar één, aan hetzelfde tarief. Ja, dat klopt. Er is maar één prijs voor alle technologieën. En natuurlijk, dat betekent dat wie een windpark uitbaat met nul marginale kost, die geniet dan ook van die zeer hoge prijzen. Ja. En natuurlijk, je hebt dat in alle markten, hè, pas op. Hè, maar hier natuurlijk zitten we met een markt met enorme verschillen in productiekosten per technologie. En dus dat model ligt eigenlijk al lang onder vuur, onder andere door Frankrijk, Italië en Spanje, vanaf vorig jaar al. En toen was er daar de vraag om op Europees niveau na te denken over verbeteringen aan dat marktmodel. Maar mag ik dat als burger een raar systeem vinden? U mag dat zeker een raar systeem vinden, maar niet vergeten natuurlijk dat wij komen uit een realiteit historisch van monopolies en oligopolies wat betreft energie. We hebben dan gekozen voor liberalisering. En dan moet je natuurlijk een marktmodel gebruiken dat altijd vraag en aanbod in evenwicht kan brengen. En elk model heeft voor- en nadelen. Maar inderdaad, het klinkt natuurlijk vandaag extreem dat mensen met hernieuwbare technologie ook genieten van extreem hoge prijzen. Maar niet vergeten... Die kasseren nu dezelfde prijzen, omdat de gascentrales zo duur zijn. Denkt u nu dat het dit is wat Ursula von der Leyen ambieert dan, van dat los te koppelen van elkaar? Dat is één van de zaken die op tafel gaan liggen. Denkt u wel, daar bent u van overtuigd. Of weet u dat? Nee, dat weet ik niet. Maar natuurlijk, in een paar landen nemen men nu al die initiatieven op lokaal, op nationaal niveau eigenlijk. Hè. Je hebt prijsregulering in Frankrijk, je hebt dat ook deels in Oostenrijk. De Spanjaarden hebben ook op zo'n manier gewerkt aan loskoppeling van die twee markten. Als meer en meer Europese landen
dat zelf willen gaan doen, ja, dan kan Europa denk ik moeilijk dat negeren. Dan moet je natuurlijk op Europees niveau de vraag stellen, kunnen we dan niet beter gaan Europees gaan coördineren? En hoe lang duurt dat? Dat is het pijnpunt. Dit is een, laten we zeggen, complexe materie. Je moet dan ook een consensus uitwerken tussen alle Europese landen. Dat wordt niet op één week geregeld. Dus Europa heeft dat eigenlijk vandaag aangekondigd. En eigenlijk elke discussie over het prijsplafond zou ook moeten worden gekoppeld aan wat gaan we doen met die marktmechanismen. Maar dit gaat, vrees ik, behoorlijk lang duren. Dat gaat niet tegen de komende winter volledig afgerond zijn met een totaal nieuw marktmodel voor alle belangrijke sectoren. En dat prijsplafond, waar nu vandaag ook heel veel over gesproken is dat realistisch? Alles is vandaag realistisch. Want dat is eigenlijk zeggen tegen producenten, kijk, dit is nog wat wij er gaan voor betalen en niet meer. Ja. Maar ja. Hoe realistisch is dat? Want als die producent zegt van, het is goed, dan lever ik niet meer. Dat is het punt. Hè. Dus als je gaat de prijs plafonneren, creëer je risico op een onderaanbod. Dan gaan misschien een deel van de mogelijke aanbieders zeggen, tegen die prijzen gaan wij niet leveren aan Europa. Dus wie zegt, ik wil de prijs plafonneren, moet ook zeggen, ik ga het risico op een onderaanbod op die en die manier aanpakken. Maar terug is dan denk ik de vraag, dan moeten we gaan op Europees niveau gaan bekijken en dus moeten we voor ook een mechanisme gaan afspreken. Dat gaat terug tijd vragen. Dat kan niet tegen op één week tijd denk ik in kannen en kruiken zijn. Dus alles is bespreekbaar, maar elke interventie loopt ergens anders in de markt misschien risico's uit en die moet je ook gaan counteren met andere interventies. Want ik hoor nu, meneer Rousseau, ik hoor politici van alles roepen, bijvoorbeeld dat Europese prijsplan. Maar zo simpel is het allemaal niet, als ik dit hoor. Nee, we zijn al vragende partij. Ik zeg het, op 11 maart hebben wij met vooruit al een brief geschreven om die, op Europees niveau die prijs te plafonneren. Wat nu wel zo is, als je kijkt naar Noorwegen, maar recordwinsten die maken op gas. Als we met Europa natuurlijk als blok gaan onderhandelen met Noorwegen, die hebben er ook wel geen enkel belang bij dat onder de grootste afzetmarkt Europa volledig die economie kopje ten onder gaat. Dus we hebben wel een sterke onderhandelingspositie tegenover Noorwegen en ook tegenover Qatar bijvoorbeeld, wat toch onze twee grootste gasimporteurs zijn. Geweldig enthousiast was de premier daar toch niet, hè? Van Noorwegen? Ja, natuurlijk zal die daar niet enthousiast over zijn, maar je moet als blok Europa... Dat is een sociaal-democraat, toch? Ja, maar ik heb zijn nummer niet. Dat ze het vervelend vinden, als ze zoveel winst maken, maar veel bewegelijkheid zit er toch niet in. Maar bon, dat is ook hetgeen dat we... Waarom dat ik graag naar hier wil komen vandaag en uitleggen dat het meer zal zijn dan dat. Europa zal morgen niet alles oplossen. Maar Europa heeft hier wel een sleutelrol te spelen als het gaat over die prijzen verlagen aan de bron waar we het aankopen. Dat is één. Dat kunnen wij met België bijna niet alleen. Je kan dat op papier wel, maar in de praktijk, zegt de professor ook, je bent daar zoveel risico's mee gepaard op onderaanbod. En zeker wat dat gas betreft, dat is eigenlijk met vuur spelen. Wij willen wel in dat overlegcomité heel veel andere maatregelen nemen die we in België zelf kunnen nemen. Zegt u eens wat u daarvan concreet verwacht? Ik heb hier een hele lijst. Ik zal de belangrijkste... De federale regering, Vlaamse regering, alle staat. Dus er zijn verschillende dingen. Verschillende vakministers ook die verschillende vakministers, verschillende dingen. Eén, algemeen BTW op 6% houden. Je kan nu in de winter niet tegen mensen gaan zeggen we gaan die BTW omhoog doen. Dat gaat gewoon niet. Mensen kunnen dat niet betalen. Twee, sociaal tarief verlengen, maar ook wel durven hervormen. Er zijn heel veel mensen, gewone tweeverdieners alleenstaande, die dat sociaal tarief niet hebben, maar die daar wel ook voor mee betalen. Natuurlijk ga je dat moeten verbreden, maar progressief maken. Dat is ons voorstel. Drie, willen wij een tax shift, zodat het inkomen van de mensen verhoogt door een meer netto loon te geven. En dat moet je kunnen betalen door die woekerwinsten aan te pakken. Je krijgt echt in Vlaanderen niet uitgelegd dat bepaalde mensen, bepaalde bedrijven zoveel miljarden winst maken, terwijl dat zij kopje ten onder gaan. Je hoort daarnet in een van de straten zeggen, de laatste berekeningen, wat was het dit jaar? 2 miljard winsten door de nucleaire sector, als ik het goed begrepen heb. Ik heb niet naar de zaken gekeken, maar er zijn inderdaad miljarden te halen met een woekerwinstbijdrage. Dat stellen we al voor sinds 1 mei. Maar is dat juridisch? Want dat is de vraag. Hè? Is maar dat moet onderzocht worden. Europa, hè, er zijn contacten geweest met Europa. Europa kan richtlijnen uitvaardigen op basis van de welke wij juridische grond hebben om dat te doen. Maar uiteindelijk moeten we dat wel gaan proberen en moeten we een vuist gaan maken tegen zij die denken dat ze maar woekerwinsten kunnen maken op kap van mensen die hun factuur niet kunnen betalen. Ik maak mijn lijstje kort af. Ook voor bedrijven zullen we iets moeten doen. Frank van den Broeken heeft als minister van Sociale Zaken in de coronacrisis gezegd, we willen bedrijven uitstel van betaling van bijdrage geven, zodat ze toch wat ademruimte hebben. Zij betalen die indexering natuurlijk ook mee van de mensen. Ik heb heel de dag bij Frank gezeten. Frank is bereid om een plan voor te leggen om ook de bedrijven uitstel van betaling te geven wat bijdrage betreft. En dan toch ook in de sector huurders. Hè. We zullen ook, denk ik, incentives moeten geven fiscaal aan verhuurders om de woningen beter te isoleren. En ik eindig met iets wat we Vlaams moeten doen, iets dat ik als jonge lijsttrekker in 2019 heb voorgelegd, ons isolatieplan. Kijk, onze Vlaamse huizen zijn bij de slechtst geïsoleerde van Europa.
dat is niet alleen slecht voor onze portemonnee, dat is ook slecht voor onze planeet. We gaan echt een tandje moeten bijsteken wat betreft isolatie van huizen. En als je op het einde van de maand je energiefactuur niet kunt betalen, dan heb je ook geen geld om zonnepanelen te leggen en achteraf een premie te krijgen. Maar mag ik de meeste van die maatregelen wel maatregelen op middellange termijn noemen? Sommige dingen kan je snel doen. BTW verlengen, sociaal tarief verlengen, zijn zaken die je kan doen. Dat gaat over veel geld, hè. Dat gaat over heel veel geld. Maar een factuur van 10.000 euro misschien niet, hè? Nee, maar ja, maar bon, nogmaals, je gaat dingen moeten doen. Als je verwacht van een overlegcomité dat ze morgen gaan zeggen we gaan elke Belg 10.000 euro geven, dan moet ik helaas tegen de kijker zeggen dat bestaat niet. Dat, ik denk dat elke redelijke mens ook weet dat dat niet bestaat. Maar door het alle maatregelen samen te kunnen nemen, door ook een perspectief te geven aan mensen, dat we echt samen gaan werken in de politiek en weer geen wekenlang gaan palaveren over wat we kunnen doen. Ik denk dat het vrij duidelijk is. Elke maatregel om die factuur omlaag te krijgen, die gaan we moeten nemen. Maar hier zit dus duidelijk het risico. Ik ging daarnet zeggen, als ik de hele pleiade aan voorzitters zag passeren, dat ik het overlegcomité als voorstel wel het beste vond, omdat je daar geen ballonnetje oplaat waarvan je nog niet weet of je het kan realiseren, of dat je het erdoor gaat krijgen, of dat het op korte termijn iets zou kunnen opleveren, of het überhaupt ook iets gaat oplossen en geen nieuwe slechte gevolgen zal hebben die dan weer niet voorzien zijn en weer moeten opgelost worden. Dus je voelt wel de ballonnetjes nu, alle terreinen die je opsomt, daar gaat iets moeten gebeuren. Hè? Ja. Je gaat naar de huurders en naar de bedrijven en naar het sociaal tarief moeten gaan kijken. Maar je werkende mensen ook. Maar het gaat nu even wel serieus moeten worden. Ga samen zitten en kom buiten met een aantal dingen waarvan je denkt dat ze kunnen... Want dat klinkt goed, hè? We gaan die megawinsten afromen, maar ik heb tot nu toe nog altijd het antwoord niet gehoord hoe we dat gaan doen. Kom buiten als het er ligt. Hè? Wel, graag, als je het erdoor gekregen hebt... Dat is publiek, hebt, hè? Dat kan op onze website. Als je het erdoor gekregen hebt bij de hele regering, dan ben ik zeer geïnteresseerd. Maar zeg eens wat je daarvan verwacht. Hè? Want je moet met beslissingen komen en niet met reeks ballonnen. We hebben de coronacrisis gehad, we hebben gezien... Die overlegcomité's, dat was niet altijd even simpel en dan druk ik me zacht uit. Ze waren niet simpel, maar ze zorgden er tenminste wel voor, dat mogen we ook niet vergeten, op het moment dat het echt het huis in brand stond, dat je regeringen wel samen zaten en in slaagden om toch min of meer coherent te gaan communiceren. Heb je nu het idee dat dat gevoel, want ik hoorde de andere expert daarnet in de zaken ook zeggen, hè, dat gevoel van urgentie, dat was er niet deze zomer. Is dat nu bijvoorbeeld door die 10.000 euro, is dat er wel vandaag de dag? Ik denk nu wel niet dat ze de 10.000 euro nodig gehad hebben. Ik denk dat er een soort van afkoeling nodig was om niet in dat verder opbod te gaan gaan. En dus, het is laat, maar goed, ze zitten samen. Ik denk ook die boodschappen van we gaan naar 10 moeilijke winters, waar je dan vervolgens van denkt van... Ah bon, en wat moeten we dan doen? Het was duidelijk dat daar een vervolg moest opkomen. Dat kon niet anders. Dus oké, dat is nu gestart. Maar ik heb wel het gevoel dat de weerstand tegen het... De mechaniek van het overlegcomité. Het is vrij duidelijk dat N-VA eigenlijk niet met zijn Vlaamse regering op die foto wil staan. Eigenlijk liever, ik denk dat we daar iedere keer gaan krijgen, kerncentrales. Mm-hmm. Het hele debat over, gaan we mensen vragen om kouder te gaan douchen en de verwarming lager te zetten en het licht uit te doen en noem maar op. Ik denk na 2 jaar corona heeft niemand veel zin om zich opnieuw zo in het leven van de mensen te gaan boeien. Andere landen doen dat wel, dus dat zal ook weer onvermijdelijk zijn. Maar niet iedereen wil op die foto staan. Hè. Goed, een overlegcomité zet ze tenminste allemaal in dezelfde ruimte. Het is hoe, meneer Albrecht, hoe bang moet de burger eigenlijk zijn? Want je hoort de premier na het zomerreces zeggen van verwacht je maar aan 5 tot 10 moeilijke winters. Ik hoor collega's van u, sommige collega's, dat nuanceren. Ja. Wat zegt u? Ja, niemand kan de toekomst voorspellen natuurlijk. Hè. Wat we wel weten uit de geschiedenis is dat een zeer spectaculaire opwaartse prijsbeweging, die gaat ergens plafonneren en die gaat dan natuurlijk afkoelen. Hoe komt dat? Omdat de economie gaat extreem reageren, gaat krimpen, jammer genoeg, als die prijzen bestendigd worden. Dus komt er ook een veel lagere vraag naar energie en gas en gaan die prijzen kantelen. Bijvoorbeeld, vandaag is de prijs gedaald omwille van het besef dat Duitsland blijkbaar de gasreserves vrij vlug kan vullen. Mm-hmm. Prijzen reageren op informatie. 16% een daling van de prijs. Dus de prijs houdt rekening met verwachtingen eigenlijk. Hè. Hoe kijkt de markt naar de komende weken en maanden? Dat is deels prijsbepalend. Nu, wat heeft de Europese Commissie gezegd vorige maand? Dat is een klein beetje onder tafel gebleven. De dwingende vraag kwam er dat alle lidstaten de vraag naar gas met 15% zo vlug mogelijk moeten verminderen, tot en met de lente van volgend jaar, om die winter relatief veilig door te komen. En wat blijkt nu? De eerste indicaties zijn dat in een paar landen dat blijkbaar haalbaar is. Bijvoorbeeld de Nederlandse industrie heeft in het eerste kwartaal van 2022 de vraag naar gas met 20% kunnen drukken.
Je hebt ook signalen uit Duitsland. En natuurlijk vandaag met de zeer hoge prijzen is ook elke KMO bezig met de berekening van wat kunnen wij doen om ook te gaan besparen. Als die informatie meer en meer bestendigd wordt en ook in de markt komt, kan je ook al een impact op de prijs zien. En het is denk ik heel belangrijk dat Europa de komende winter goed doorkomt. Als we daarin slagen als continent, dan komt er terug vertrouwen in ons reactievermogen en dan kunnen we ons beter wapenen voor de volgende winter. Dus we staan nu voor een heel belangrijke test en dan is de boodschap bij eigenlijk iedereen die kan elke kilowattuur zou moeten besparen om die winter makkelijker Vindt te maken. Vindt u het in dat opzicht een beetje vreemd dat in ons land dat er nog geen maatregelen zijn opgelegd om wat besparend te leven, te handelen? In Duitsland bijvoorbeeld, wat is het, om 10 uur 's avonds geen lichten meer in de vitrines en dergelijke, toch enkele maatregelen. Spanje ook, de airco niet, wat is het, niet lager dan 27 graden. Ja. Hier nog niks, vindt u dat een gemiste kans op dit moment? Niks is misschien een beetje overdreven, maar we kunnen daarin zeker een vast tandje gaan bijsteken. Maar er is toch niks opgelegd op dit ogenblik, hè? Nee, maar de oproep om te besparen kwam er ook al x maanden geleden eigenlijk, hè, met de eerste prijsopstoot rond maart, april eigenlijk. Ja. Hè, toen ook, maar natuurlijk, dat zijn we een klein beetje vergeten, omdat natuurlijk na de Russische invasie is die gasprijs vrij spoedig terug naar een lager niveau gezakt. En die is pas eigenlijk half juni terug beginnen extreem toenemen eigenlijk. Hè. We hebben terug een paar rustige maanden genoten voor de zomer. Maar inderdaad, in een paar andere landen richt men zich zeer direct naar de bevolking in de zin van kijk, uw individuele airconditioning, beste burger, je moet die anders gaan gebruiken. En iedereen weet, je kan dat niet gaan controleren natuurlijk. Hè. Maar dit is eigenlijk een soort collectief project waar we echt door moeten. Ja. En met die hoge prijzen gaat natuurlijk het sentiment ook wel anders zijn. Ja, ik denk dat mensen natuurlijk we zien ook dat ons verbruik afneemt. Hè. We zitten aan 11% minder verbruik in België. Mensen die natuurlijk problemen hebben met hun facturen gaan zelf al nadenken. Dus die prijs zorgt ervoor dat je minder nadenkt. Maar ik zou liever dit moment, ik ben ook nog jong, kind van mijn generatie, gebruiken om niet alleen te zeggen tegen mensen je mag je licht na 10 uur 's avonds niet meer aansteken, maar om duurzame investeringen te doen, zoals het isoleren van die huizen. Dat zorgt voor minder verbruik. Mm-hmm. Maar we zitten ook met een klimaatcrisis die op ons afkomt. Dat zorgt ook dat we daar natuurlijk op lange termijn dingen kunnen doen. Maar op korte termijn... Dat is niet voor deze winter, hè? Nee, dus, maar we gaan niet alleen maatregelen nemen voor deze winter. Als we geld investeren, zou ik ook graag hebben dat we dingen investeren waar we op lange termijn beter van worden. Maar is er iets mis met tegen de mensen te zeggen laat ons nu eens allemaal om 10 uur een beetje spaarzamer omgaan met het licht in de steden? En... Maar ik denk dat iedereen ondertussen wel doorheeft dat we spaarzamer moeten zijn. Als we zeggen bijvoorbeeld de winkeletalages. Ja, in sommige winkelstraten passeert geen kat meer na 10 uur 's avonds. Waarom moeten daar nog licht branden? Het verwarmen van privézwembaden in Duitsland. Hè, letterlijk, we zitten in een crisis. Ik sta voor alles open. Ik denk alleen dat misschien de overheid ook kan beginnen met het goede voorbeeld te geven. Sterk uit dat overlegcomité te komen. Ook mijn oproep is, wie naar dat overlegcomité komt om daar een cafépraat te houden, blijft thuis. De mensen die daar naartoe komen, die moeten van goede wil zijn en die moeten zorgen dat er beslissingen komen. Je gaat meerdere overlegcomité's nodig hebben, want deze ingewikkelde puzzel die leg je niet in één vergadering van een paar uur. Maar je gaat iedere keer wel iets moeten beslissen om een perspectief te geven. Is het wat politiek gevoelig om mensen dingen op te leggen, Lisbeth, denk je? Ik denk dat vandaag... Ik begrijp dat zelfs. Ik bedoel, de overheid heeft 2 jaar gezegd met wie dat we in onze living mochten zitten en langs welke kant en mensen in de hof binnen mochten. Dan nu weer beginnen doen en zeggen 100 km per uur op de autostrade. De steden waar de straten gewoon donker worden 's nachts, wat dan ook weer zijn nadelen heeft. Ik denk dat daar een... Ik denk dat daar een terughoudendheid is vandaag, die ik kan begrijpen, maar op dat moment moet je wel doen wat er moet gebeuren. Dus net daarom zei ik, de ballonnetjes nu mag je nu echt niet hebben. Je gaat ook een aantal heel moeilijke boodschappen moeten brengen. De politiek gaat dit ook niet volledig kunnen oplossen, gaat niet ervoor kunnen zorgen dat iedereen een winter beleeft en denkt van allee, het viel uiteindelijk allemaal nog wel mee. Dus je gaat daar het juiste evenwicht moeten vinden, je moet keuzes maken, je moet uitleggen waarom je de ene helpt en de andere niet. Allemaal dingen die ze niet graag doen. Er is niet veel tijd eigenlijk. Hè? Voor sommige mensen zal er niet veel tijd zijn. Er is niet veel tijd, maar ik vind wel dat je van de overheid, als overheid, van burgers, van mensen, niet kan vragen om extra dingen te doen als Geert zelf je huiswerk niet deftig gedaan hebt. Dus ik ben het akkoord. Dat is ook mijn oproep geweest trouwens dit weekend. Zonder die oproep was er ook geen overlegcomité. Om zo snel als mogelijk een aantal stappen te nemen, dingen te beslissen. En iedereen mee in bad, hè.
Want waarom heb ik dat gevraagd? Omdat het heel lastig is. Ik zit wel in de federale regering, niet in de Vlaamse regering. Moet ik nu zeggen, al wat dat federaal doet is goed en al wat dat Vlaams doet is slecht. We weten dat federaal 4 miljard al aan maatregelen heeft genomen en Vlaanderen nog goddekens 200 miljoen euro. Kan dat zeggen? Gezegd, kan dat zeggen? Kan dat zeggen, maar daar heeft thuis niemand een boodschap aan. Wat vindt u bijvoorbeeld van dat voorstel van CD&V om het sociaal tarief om dat te besteden aan gratis zonnepanelen voor de mensen? Ja, dat is natuurlijk ingegeven uit een voorbeeld uit Australië, ook een markt dat je niet kunt vergelijken met onze markt hier. Nu, op elk dak in Vlaanderen waar de zon op schijnt, zou de zonnepaneel moeten liggen. Want dat is goedkope energie, die is proper, lange termijn. Alleen kun je nu vandaag, denk ik, niet gaan kappen op sociaal tarief, maar je gaat gewoon een bloedbad genereren. Die zonnepanelen is lange termijn. Dat is een goede voorstel als je daar het jaartal door bij zegt. En niet probeert te doen alsof die factuur van 10.000 euro gaat opgelost zijn door sociaal tarief te vervangen. En ik ben het ermee eens. Ik denk dat ik al 15 jaar aan het schrijven ben dat dit land een beter energiebeleid nodig heeft. Je mocht hopen dat deze keer er wel van komt. Ook op lange termijn, maar ja, de eerste vraag van mensen nu is wel hoe komen we de winter door? Hè? Ja, dat is een goed, ik wil nog even, het is daarnet ook besproken met het Tine van der Straat in de zaken over die kernuitstap. Hè. We weten doel 4 en Tihange 3 die zijn verlengd. Nu wordt er ineens toch ook weer gesproken over doel 3 dat normaal gezien in, niet volgende maand, maar in oktober gesloten wordt. Ja. Tihange 2, februari komend jaar dicht, dus over enkele maanden. Wat zegt u? Wel, af en toe hoor je dat het langer openhouden van die twee centrales een impact op de prijs zou kunnen hebben. Dat is absoluut niet het geval. Ja, ze zijn nu open. Ah ja, ze zijn open en nucleair is nooit prijszettend. Dus qua prijsimpact is er eigenlijk niks. Natuurlijk heb je een andere impact, die is al dikwijls besproken geweest. Je hebt meer CO2-uitstoot, je hebt een hogere vraag naar gas, ook een hoger gebruik waarschijnlijk van steenkolen in onze omliggende landen. Zonder die kerncentrales. Dus je hebt en natuurlijk, die kerncentrales vandaag, je verdient daar waanzinnig veel geld mee, met de huidige prijzen. Dus als die open blijven, dan is dat een bron van cash eigenlijk. Hè. Als dat geld in België zou blijven, hebben we daar natuurlijk ook iets aan. Als dat geld verdwijnt uit België, hebben we daar eigenlijk niet zoveel aan. Maar eigenlijk, vandaag hebben we elke megawattuur productiecapaciteit echt hard nodig. Hoeveel procent zijn die twee bijvoorbeeld, doel 3 en Tihange 2, die normaal gezien de komende maanden dichtgaan? Die zijn samen, denk ik, iets van een kleine 2000 megawatt. In totale productie gaan die misschien in de buurt van misschien 10% komen of zoiets. Hè. Maar u zegt dan wel openhouden, want we hebben elke... Wel, iedereen zegt dat in Europa eigenlijk. Hè. We zitten in Europa overal met die problemen. Elke megawattuur die er is, zouden we moeten maximaal kunnen gebruiken deze winter. Dat is geen Belgische kwestie, iedereen zegt dat. En dus als we die gaan sluiten, is dat vanuit puur economisch oogpunt pijnlijk. Maar natuurlijk, je hebt ook andere afwegingen die onze beleidsmakers hebben gemaakt in zaken scheurtjes. Maar als energie-econoom zegt u nee, niet dicht doen. Wel, als die veilig zijn, als die kunnen gebruikt worden op een veilige manier, en je kan die langer open houden, is dat puur economisch gezien de beste zet. Als je ze kan. Ja. Er is niets voorbereid, dus wat ik daar wel over wil zeggen, de partijen die het meest roepen om ze open te houden, zijn die partijen die de vorige regering beslist hebben om ze te sluiten, die het niet voorbereid hebben om ze open te houden, en die ook in de Vlaamse regering zitten en daar er niet in slagen om een beslissing te nemen rond Ventilus. U vraagt net wat de capaciteit is van twee kerncentrales. Wel, Ventilus is een capaciteit van 3,5 kerncentrale aan energie op zee die aan land zou moeten kunnen worden gebracht. Ja, dat is ook heel belangrijk. Voor ons is alles bespreekbaar. Ik heb wel gezegd, als het de prijs van de facturen verlaagt. Mm-hmm. Rechtstreeks kan het de prijs niet verlagen, want u weet het beter dan mij. Het zijn de gascentrales die de prijs bepalen. Wat wel zo is, moesten de centrales open blijven. En je kan wel een bijdrage vragen voor de winst die ze maken, kan je zo wel als overheid ingrijpen en dingen verlagen. Dus maar die ventilusdingen is veel belangrijker. Een conclusie van vooruit voor doel 3 en Tihange 2? Als het kan en het levert de Vlaming en de Belg iets op financieel, is het voor ons bespreekbaar. Maar ik ben nog geen ene expert tegengekomen die mij zegt dat je het kunt openhouden, want er is niets voorbereid door die partij die er net om vragen. Dat klopt, hè. En ik vind het ook fout dat de focus, ook door de media, alleen maar ligt op de kerncentrales, terwijl Ventilus een veel grotere uitdaging is. De knoop door de Vlaamse regering moet daar worden doorgehakt. Want dat gaat over duurzame energie, die dat proper is en die goedkoper. Even zeggen, dat is de lijn die van de kust naar het binnenland moet worden getrokken. Hetgeen dat we overal in Vlaanderen doen, hetgeen dat we in Limburg hebben gedaan. Voor de Limburgers was dat geen probleem, in West-Vlaanderen is dat wel een probleem. Dat is ook niet voor meteen, meneer Rousseau.
Nee, maar dat is wel op... Ik ga nog even mee, hopelijk, en wij allemaal. Dat is wel op lange termijn belangrijk dat we toch zeker weten, als het gaat over 10 moeilijke winters en zomers, dat we toch wel naar de toekomst kijken ook. Het zijn 3,5 kerncentrales aan energie waar men niet over beslist. Beslis en geef toekomst. Maar dan kom je weer bij een ander politiek probleem in dit land. Hè? De lokale burgemeesters die tegenspartelen met hoe dat die lijn... De lokale burgemeesters, maar die daar nu met CD&V in de regering wel het verlengstuk gevonden hebben. Want ja, het gebeurt nog wel eens, hè, dat burgemeesters kwaad zijn en dat er protest is tegen een maatregel, maar het is duidelijk dat die Vlaamse regering daar op dit moment voor de zomer niet uitgeraakt. Ze gaan het nu opnieuw op de agenda zetten. Ik zou er nog geen bondjes op de weken leggen en wees gerust, we gaan dat ook volgen. Mm. Het is niet alleen de kerncentrales, maar ja, als je consequent bent, moet je echt nu wel gaan zeggen, alles moet kunnen bekeken worden. Europees voel je dat op korte tijd dat geschoven is naar alles is bespreekbaar. Dat is wat Europa doet als het aan de rand van de afgrond staat. Alles bespreekbaar maken, dat is hetgene waar je kunt op rekenen. En soms levert dat zelfs iets op. Maar ook in België moet je wel gaan kijken. Ja, als je, het is gek na corona, want toen zeiden we dat ook. Maar als je nu eens ooit serieuze politiek hebt nodig gehad nu, die een verschil kan maken voor mensen, is het nu wel. Ik ben nog niet helemaal zeker dat dat gaat lukken, want voor de vakantie zijn we wel allemaal redelijk wanhopig op vakantie vertrokken. Misschien weten we woensdag toch al een beetje meer na dat overlegcomité. Zou een goed begin kunnen. Ik wil nog één ding laten horen, want over één ding kunnen we het eens zijn. Het is echt niet zomaar een crisis. We gaan eens luisteren naar wat de president van Frankrijk vorige week zei. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Het einde van de overvloed, een keerpunt. De president van Frankrijk die het zo benoemt, ik vond dat wel binnenkomen eigenlijk. Ja, het hangt ervan af met welke mensen je in de samenleving gaat praten. Ik heb niet het gevoel dat de mails die in mijn mailbox zitten, dat de berichten die ik krijg op sociale media, dat die mensen in overvloed leven. Integendeel. We zien wel dat de ongelijkheid in ons land groeit. En we zien wel dat er een paar bedrijven, een paar mensen gigantisch en schandalig veel rijker worden. Misschien moeten we durven zeggen dat hun tijd van overvloed gedaan is. En dat we toch proberen om de ongelijkheid in ons land wat te verkleinen en meer werk maken van herverdeling. Daarom nog eens een oproep voor een taxshift en eerlijkere belastingen. Het is zelfs cynisch, als je ingrijpt op de energiemarkt met bepaalde steunmaatregelen, maak je de kloof groter. Hè? Ik bedoel, hoe minder gecibleerd je gaat, hoe meer dat je het maar uitsmijert over alles en iedereen, omdat dat makkelijker te verkopen is politiek, hoe groter het. Als je iedereen 6% wordt, bijvoorbeeld geeft... Kijk, niemand ziet, als het effectief 10.000 euro is, hè, dat, niemand ziet dat graag in zijn bus vallen. Hè? Maar er zijn mensen die daar eens bij vloeken, dat betalen en voortgaan. En je hebt mensen die denken van, nu moet ik keuzes gaan maken die zelfs niet meer, die geen keuzes meer zijn. Ik bedoel, hier liggen dingen met elkaar in de weegschaal en kom er dan nog niet. Laat ons opnieuw niet doen alsof dat voor iedereen hetzelfde is. Hè? En dus als je fout beleid gaat voeren, dan ga je de kloof nog groter maken. En dan zullen degenen die nooit over insouciance gesproken hebben, pas helemaal weten wat dat is. Maar is dat een boodschap die ook onze politici... Maar iedereen wil vandaag ook een beetje Churchill zijn. Hè? Ik bedoel, we zijn het volk aan het voorbereiden op een moeilijke periode. Als daarachter niet iets komt over hoe dat je de boel gaat oplossen, ja, dan is het ja, een teken van onmacht meer dan iets anders. Maar durven doorpraten en zeggen wat er zal moeten gebeuren, dat gaan ze wel moeten doen. Maar alleen zeggen, het gaat allemaal heel slecht gaan en het doet iedereen evenveel pijn, ja, dat is er ook behoorlijk naast. Hè. Ja, maar wat ik ook zou willen zeggen is dat eigenlijk de finaliteit van ons maatschappijproject is niet veranderd. Hè. Europa zegt al lang, wij willen tegen 2050 klimaatneutraal worden. We moeten echt een ander energiesysteem gaan opbouwen. We moeten ook al onze sectoren gaan organiseren rond hernieuwbare energie. En laten we zeggen, andere technologieën zoals opslag misschien van CO2, dat is ook misschien nog nodig. Hè. Maar kom, dat ging 30 jaar duren. Dat was eigenlijk het tijdskader. En nu natuurlijk, door die enorme prijsexplosie, moeten we dat gaan hard versnellen. Maar in finaliteit gaat dat niet echt anders zijn. Dus door de oorlog. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar eigenlijk, die maatschappij kan ook wel een betere maatschappij zijn. Ja. Dat zou niet per definitie een meer ongelijke maatschappij moeten maar worden. Daar was ook al een uitdaging hoe je het sociaal kon doen. Hè. Dat was daar ook al een droogtijd. En daar was al een electorale slagkracht, ging er al van uit, door te zeggen van, je gaat het allemaal niet meer kunnen betalen. Dus als ik zeg, je hebt een tijd, nu heb je serieuze politiek nodig, dan bedoel ik... Uw collega Lavijnen zei daarnet ook, van waar ik mij het meest zorgen over maak, is de sociale onrust die hiermee gepaard zal gaan.
Ja. Als je je facturen niet kan betalen, dan is je leven radicaal anders natuurlijk. Hè. Dan leef je met een soort angst die voor vele mensen enorm beklemmend en beperkend is. Hè. Want is dit iets waarvan u zegt, wij als socialisten, wij moeten dit op een deftige manier opgelost krijgen, of in 2024 zitten we met een gigantisch probleem? Maar 2024 interesseert mij niet, deze winter interesseert mij. Dus, allez, het is ook nog eens september hè, binnenkort. Dus onze mailbox, of mijn mailbox zit vol met gezinnen, maar ook alleenstaande ouders zeggen, ik zie het niet meer. Vandaag had ik nog een mail van een vrouw die zei, ik heb al mijn hoddenwerk, al mijn ringen verkocht om een energiefactuur te kunnen betalen. Dat is niet normaal. En dus jouw ongelijkheid wordt groter. En je moet zorgen dat je mooi evenwicht hebt, waardoor dat je ook werkende mensen, die ook natuurlijk bijdragen aan die maatregelen die we nemen, dat je toont van, er zit ook eens iets in voor u, want anders zouden we zot zijn dat je nog gaat werken in dit land. Maar je moet ook natuurlijk zorgen dat zij die kopje ten onder gaan, dat je die boven water houdt. En dat is rijden en omkijken constant, dat is niet gemakkelijk, maar daarom hoop ik echt als socialist, er is sociale onrust en ik begrijp het. Ik begrijp het en dus mensen verwachten nu van de politiek dat ze iets voor de mensen kunnen betekenen en het kan alleen maar een oproep zijn om op een overlegcomité niet te veel politieke strategieën te tonen. Eén ding is zeker, als je in die paar overlegcomité's, je gaat meerdere nodig hebben natuurlijk om die puzzel te leggen, met concrete dingen kan komen. En dat zal geen schoonheidsprijs winnen altijd. Er zal altijd kritiek op zijn, dat zal nooit genoeg zijn, maar wel met een aantal concrete dingen kunt komen die in een totaal verhaal passen, dan gaat iedereen die daaraan meewerkt daarvoor beloond worden. Als dat niet lukt, dan gaan de extreme antipolitieke partijen zeggen, zie het is die prutsers kunt niet, ze komen zelf met geen oplossingen natuurlijk, maar dan zakt die politiek wel in elkaar in 24. Dus dat gaat niet over socialisten, dat gaat over de geloofwaardigheid van land. En voor mij gaat dat vooral over... Maar je wilt langer een beleid voeren dan nog... Natuurlijk wil ik erbij zitten, maar ik wil wel dat we hier het verschil kunnen maken en dat zijn wat socialisten ook aan het doen. Ja, moeten we... Ben jij ongerust dat er onrust van komt? Meer dan vandaag? Ja, dit is nog eens een schok. Dit is mensen treffen in de essentie, hè, van hoe zorg ik dat mijn gezin ronddraait, dat ik mijn kinderen kan geven wat nodig is. Dus ja. En dan mag je nog niet te veel kranten lezen, want dan gaat het ook over dat het economisch zijn effect begint te hebben, dat bedrijven het moeilijk beginnen te krijgen met... Sommige bedrijven het moeilijk beginnen te krijgen met facturen. De inflatie, doe maar op. Dus ja, hier, het is even schrap zetten. Hè. En dus... er zat al kwaadheid in de samenleving. We komen al uit een waanzinnig abnormale periode die ook heel veel losgeweekt heeft. Daar wordt door extreme partijen zeer goed op gecapitaliseerd. Dus, maar ik denk zelfs dat je die niet nodig hebt. Mensen worden ongerust, worden kwaad, gaan hun eigen gezin verdedigen. Dan kun je zo ieder voor zich terechtkomen. Hè. En dat is... We hebben als samenleving de laatste decennia niet meegemaakt. Heel kort, nog één ding. Hè. Na deze crisis komen er nog twee crisissen aan. Hè. De klimaatcrisis en de vergrijzing. En dus ik hoop dat we deze crisis ook gebruiken om onze samenleving, zowel op fiscaliteit, op onderwijs, op duurzaamheid en ecologische dingen, op vervoer, dat we ze beter organiseren om ook die volgende... dat voor die volgende crisis klaar te zetten. Dat wil zeggen, meer mensen aan het werk, zodat we meer schouders hebben om die volgende crisis aan te kunnen ook. Dat wensen wij de samenleving absoluut toe, samen met u.